Nou, dat zou ik moeten doen, denk ik.
Nou, beginnen. Nou, inderdaad, allemaal goedemorgen. Kan iemand misschien heel even aangeven of ik verstaanbaar ben die thuis meekijkt? Dan weet ik dat mijn camera en mijn microfoon het doet. Priegel even wat in die chatbox als je me hoort. Of niet. Ah, dankjewel. Deze les, even in een soort heel snel tempo, krijg je van een soort samenvatting, opfriscursus voor redoxreacties. Ik neem deze dus dit keer heel even op, omdat zowel HAVO5, V5 en V6 heeft redox als onderdeel voor de toets of voor het examen. Je krijgt dus ook echt specifiek de punten die ik belangrijk vind voor de toets. En dus kijk ook vooral goed of je die onderdelen hebt begrijpt. Nou. Oké, voor de redoxreacties zijn er 4 grote domeinen die je moet kunnen toepassen op de toets. En waar je ook theorie over moet leren. De eerste is het herkennen van redoxreacties. Daar zit ook een stukje theorie achter. Tweede, dat we vandaag gaan behandelen, is het zelf opstellen van redoxreacties. Redox in de praktijk. Dan gaan we kijken naar die batterijen, die elektrochemische cellen. En er zit altijd nog een stukje redoxcitratie, wat je dan vooral tegenkomt in chemisch rekenen met mol en dergelijke. Nou, belangrijk voor elk van deze 4 domeinen, om het maar zo te zeggen, is dat het 30% theorie is, 70% toepassing. Dat betekent, ga alsjeblieft niet uitsluitend je boek doorlezen en al die regels uit je hoofd leren zonder ooit een opgave te hebben gemaakt. Want dan kom je er gewoon achter dat je misschien de toepassing niet goed kan opbrengen. Dus er is elke keer een mix van theorie en vervolgens die toepassing. En ook op een toets, je gaat van mij geen vragen krijgen over leg uit wat een reductor is. Of leg uit wat een oxidator is. Dat zit in die theorie, maar je moet het op een andere manier toepassen. We beginnen met het herkennen van redoxreactie. Ik heb hem al even rood omcirkeld. En het stukje theorie dat daarbij hoort is, of zorg, het zijn allemaal dingen die je deze periode hebt gekregen. In een redoxreactie worden elektronen overgedragen van het ene deeltje naar het andere deeltje. Dat is gewoon de basistheorie van redox. We hebben dus altijd 2 formules, of in ieder geval minimaal 2 formules, waarbij ene formule elektronen afstaat en de andere formule elektronen opneemt. Het mag er 1 zijn, het mogen er meerdere zijn, dat maakt niet uit. Het deeltje alleen dat de elektronen loslaat, afstoot, noemen wij een reductor. En het deeltje dat de elektronen opneemt, noemen we een oxidator. Dat is de onderliggende theorie, dat je vervolgens moet toepassen om vervolgens in reactievergelijkingen dit proces zelf te kunnen waarnemen. Makkelijk voorbeeld, je krijgt een reactievergelijking. De vraag is dus ook, kan je herkennen of dat dit een redoxreactie is? Je kijkt naar de formules voor de pijl en je gaat bekijken hoe die deeltjes een verandering doormaken door naar het deeltje na de pijl te kijken. Voor de pijl hebben we hier calcium dat geen lading heeft en na de pijl heeft het calcium een 2+ lading. Calcium moet dus 2 elektronen loslaten, elektronen zijn negatief geladen, 2 minnetjes loslaten om op 2+ achter te blijven. De H+, de H-plus-ionen, die hebben hier een positieve lading. We hebben hier die lading niet meer. Die positieve lading is verdwenen doordat er een elektron naartoe gaat. Plus en min voor elkaar op. Er gaan dus elektronen van dit deeltje naar dat deeltje toe. Dat betekent automatisch dat als we naar deze beweging hier kijken, zien we dat hetzelfde hier, dat dit de reductor is en dat de oxidator. De enige manier om dat verschijnsel waar te nemen is door de formules voor en na de pijl met elkaar te vergelijken. Makkelijk voorbeeld. Duidelijk die ladingsverandering waarneembaar. Moeilijk voorbeeld, meer richting toetsniveau, zijn natuurlijk formules waarbij het op het eerste gezicht lijkt alsof er geen lading verandert. Theorie. Belangrijke tip of advies. Let op zoutformules. Want zoutformules lijken geen lading te hebben,
Maar de individuele componenten, de individuele deeltjes in dat zoutformule, hebben wel een lading. Als we hier kijken, hebben we hier zink, zwavel en zinksulfide. Hoe herken je een zoutformule? Doordat ze een metaal met een niet-metaal gekoppeld zijn. We hebben hier dus zink als metaal, zwavel als moleculaire stof en zinksulfide als zout. Dat betekent dus dat, oké, die twee hebben geen lading. Dat klopt, metaal en molecuul hebben geen lading. Maar zinksulfide, omdat het een zout is, bestaat uit twee aparte geladen deeltjes. En dan is het handig om dan uit te leggen wat nou de reductor en oxidator is, dat we deze even in gedachten splitsen naar de twee losse ionen en dat we daar dus ook die lading even bij prikkelen. Kortom, ik neem hem gewoon nog een keer open, waarbij ik nu aangeef, oké, het zinkion, dat heeft altijd een 2+ lading. Dat kan je even opzoeken in je minas. Het sulfidion heeft altijd een 2- lading. Nu is het dus, ja, de verandering van zink naar zink 2+, duidelijker dan in deze regel hier. De zink moet dus 2 elektronen loslaten, dan hou je een 2+ lading achter. En het zwavel moet 2 elektronen erbij krijgen om op S2- te eindigen. We hebben dus weer het idee dat zink dus in ieder geval de reductor is en zwavel de oxidator. Het idee dat dus zink in dit geval heel specifiek 2 elektronen loslaat en zwavel heel specifiek 2 elektronen erbij krijgt, kunnen we ook weergeven in wat we noemen halfreacties. Daar hebben we ook een tabel voor straks. Maar deze zou je ook gewoon op basis van, ja, het zijn vrij simpele verschijnselen. Zink staat 2 elektronen af. Dus die 2 elektronen zetten we na de pijl neer. Het zwavel moet met 2 elektronen samensmelten om op deze formule te komen. Dus dan zetten we de elektronen voor de pijl. Ik heb daar misschien niet een apart theorieblokje over gemaakt. Maar bij een reductorhalfreactie staan de elektronen altijd na de pijl. En bij de oxidatorhalfreactie staan de elektronen altijd voor de pijl. Dat is meer als je daar vragen over krijgt. Oké. Volgende. Zelf opstellen van een redoxreactie is dus het idee. Hè? Hier begin je met een reactievergelijking en je moet het uitleggen. Nu moet je hem zelf opstellen op basis van, ja, de gegevens in de tekst. Ook hier weer bloktheorie kan je leren. Een van de belangrijkste in dit gedeelte is dat je vaak werkt met meer dan 2 formules in een opgave. Waardoor je dus ook waarschijnlijk meerdere oxidatoren en reductoren bij elkaar brengt. De regel is, alleen de sterkste oxidator en de sterkste reductor gaan met elkaar een reactie aan. En alle overige deeltjes, die doen op dat moment niet mee aan de reactie. Hoe we dat bepalen, wat de sterkste reductor en oxidator is, gebruiken we Binas tabel 48 voor. Waarbij belangrijk is, hè, voor tabel 48, ik kan hem wel even een beetje omhoog houden. Dat we 2 kolommen hebben, oxidatoren en reductoren. De sterkste oxidator staat zo hoog mogelijk. De sterkste reductor staat zo laag mogelijk op de tweede pagina. En dat is even belangrijk dat je die verhouding weet, hoe die is opgebouwd. Vervolgens gaan we dus die 2 halfreacties van de oxidator en de reductor onder elkaar zetten. Want die moeten bij elkaar opgeteld worden op de juiste manier. En dat betekent dat de elektronen in beide halfreacties volledig tegen elkaar weggestreept moeten kunnen worden. Voordat je de 2 halfreacties bij elkaar optelt. Nou, daar ga ik gewoon een voorbeeld van geven. Maar deze zijn de 4 punten die je moet kunnen toepassen. Nou, ik heb hier gewoon een, kijk, dit is in, zichtbaar. Een brokje aluminium en een brokje zilver worden in een ellenmeijer met hierin zoutzuur gebracht. We hebben hier nu automatisch al meerdere formules. Aluminium, zink. We moeten onderzoeken wat zoutzuur is. Als je het niet meer uit je hoofd weet, pak je je Binas-tabel daarvoor. Tabel 66a, 66b geeft al heel veel informatie over namen en formules. En de eerste stap is dan ook noteren wat de formules zijn van de stoffen die we in deze opgave aanwezig hebben. Aluminium is een brokje, is een metaal, heeft dus geen lading. Hè? Want metalen moleculen hebben geen lading, alleen zouten. Maar dan zou er aan dat aluminium nog op ander woord vastzitten. Aluminium is dus gewoon het woord formule Al. Zilver, ook een metaal, formule Ag.
Zoutzuur moeten we dan ook nog hebben. En zoutzuur is een koppeling, een combinatie van meerdere formules. H+, Cl- en H2O. Het is namelijk een oplossing van HCl. Een oplossing, het woordje oplossing betekent dat het water aanwezig is. En HCl is alleen een sterk zuur, waardoor het uit elkaar valt in water naar H+ en Cl-. Dus voor zoutzuur hebben we 3 formules. In totaal 5 formules, waardoor we nu van deze 5 formules moeten uitzoeken wat de sterkste reductor is en wat dan de sterkste oxidator is. Daarvoor pak je gewoon je BINA's, tabel 48. Je begint met de oxidator bijvoorbeeld. Je loopt gewoon van boven naar beneden, net zolang totdat je 1 of een combinatie van deze 5 deeltjes tegenkomt in het oxidatorlijstje. Voor de reductor doe je precies hetzelfde. Je begint onderaan, loopt langzaam omhoog, totdat je 1 of een combinatie van deze 5 deeltjes tegenkomt in de reductorkolom. Die regels schrijf je over. De oxidator staat wel heel ver, heel erg zo op de tweede pagina halverwege. En je neemt gewoon die hele regel over. We hebben H+, we mogen net zoveel nemen als we willen. Dus de regel zegt 2H+, met 2 elektronen, en dat wordt dan H2. De reductor is aluminium. We nemen die regel over. En dan staan deze deeltjes naar elkaar. Deze gaan we bij elkaar optellen. En dan dus optellen op de juiste manier. Dat betekent dat we ze nu nog niet direct bij elkaar op mogen tellen. Want hier staan 2 elektronen en hier staan 3 elektronen. En dat zou betekenen dat we ze niet tegen elkaar kunnen wegstrepen. Juist optellen betekent dat we de hele regel, beide regels, met een getal gaan vermenigvuldigen. Zodat dus die elektronen wel aan elkaar gelijk komen staan. Bovenste doe je bijvoorbeeld keer 3, onderste doe je keer 2, waardoor natuurlijk 3 keer 2 is 6 en 2 keer 3 is 6. Op die manier zijn ze uiteindelijk tegen elkaar weg te strepen. Belangrijk is natuurlijk dat alle formules daardoor keer 3 gedaan worden. Dus je krijgt 3 keer 2 hier, 3 keer 2 daar en 3 keer 1 H2. Op die manier moet je die factor voor elke formule toepassen. Vervolgens schuif je gewoon alles naar beneden. Rekening houden natuurlijk met die vermenigvuldigingsfactor. Dus 3 keer 2 is 6 H+, 6 elektronen. En 2 keer aluminium voor de pijl. Nou, doe je voor na de pijl op. En vervolgens streep je formules tegen elkaar weg die tegen elkaar weg te strepen zijn. Dat moeten altijd elektronen zijn, anders heb je gewoon een stap gemist. Maar in veel andere gevallen kun je soms ook H+, en H2O en OH- tegen elkaar wegstrepen. Dat zijn de meest voorkomende formules die we soms voor en na de pijl zien. En die moet je zoveel mogelijk tegen elkaar wegstrepen. Zou ik denkbeeldig voorbeeld 6H plus voor de pijl hebben en 2H plus na de pijl, dan zou ik aan beide kanten nog eens 2 wegstrepen. Ik hoop dat je dat kan voelen. In dit geval alleen de elektronen. En daarmee is deze redoxreactie afgelopen. Tweede onderdeel. Tabel 48, bij het opstellen van een redoxreactie, is tabel 48 dus wel echt heel belangrijk, omdat je daar die halve reacties in kan vinden. Er is alleen een probleem. Zodra één van de formules, waarbij de opgave echt specifiek zegt, deze formule, deze stof reageert, maar die stof kan je niet vinden in tabel 48. Is dat het geval is, dan zal je die halve reactie zelf moeten opstellen. Ik zie dat er een paar vragen komen, die zal ik straks beantwoorden. Dus ik lees ze straks allemaal terug. Dus mocht je vragen hebben, zet ze gewoon daar neer. Dan pak ik ze straks allemaal in één keer. Indien een halve reactie dus niet te vinden is in tabel 48, moet je deze zelf opstellen. En de opgave zal ook wel heel specifiek zeggen dat je dit moet doen. In het idee van, stel de halve reactie op van... Dat idee van stel de halve reactie op, dat is het idee dat je dus zelf moet doen. Je zal hem niet in je BINA's kunnen vinden. Daarnaast staat er in de opgave vaak ook welke hulpformules je extra mag gebruiken om die halve reactie zelf op te stellen. Dat kan voor elke opgave anders zijn. Het meest gebruikelijke zijn dat we H+ en H2O extra mogen toevoegen naar gelang je dat ze nodig hebt. Maar soms zijn het ook andere formules, dus daarvoor moet je gewoon specifiek de opgave doorlezen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat net bij elke reactievergelijking, dus ook een halve reactie, wat gewoon een vorm van een reactievergelijking is,
dat de atomen voor en na de pijl correct moeten zijn. Hè, hetzelfde, hetzelfde aantal. En dat ook de ladingsbalans voor en na de pijl hetzelfde is. Dat betekent dat voor de pijl dezelfde lading netto gezien als alle deeltjes bij elkaar opgeteld na de pijl. Nou, voorbeeld hiervan. Zelfde halve reactie op van ethanol tot koolstofdioxide. Gebruik onder andere H+ en H2O. En natuurlijk elektronen, hè, want die worden bij een halve reactie altijd standaard ergens neergezet. Ofwel voor de pijl, ofwel na de pijl. Want een halve reactie, ja, die heeft dat makkelijk. Eenmaal. Je begint met in ieder geval de formule van ethanol en koolstofdioxide neerzetten. Ethanol voor de pijl, koolstofdioxide na de pijl. Want dat is je startpositie. Vervolgens ga je de atoombalans correct maken. Dat betekent, alle atomen die ik hier heb, moet ik net zo vaak hier hebben. Ik mag deze formules toevoegen. Wat ik al zie, is dat bijvoorbeeld de C-atomen, kan ik niet correct maken door deze twee toe te voegen. Dus die moet ik correct maken door getallen neer te zetten voor de formules. Ik heb hier twee C-atomen en ik heb er hier maar één. Dus als ik hier een grote 2 neerzet, heb ik automatisch de C-atomen nu aan elkaar gelijkgesteld. Doordat ik daar nu een 2 neerzet, haal ik opeens wel even O-atomen bij, maar dat is niet erg, want ik heb hier nu 2 keer 2 is 4 O-atomen en hier maar 1, dus ik mis hier nog 3 O-atomen. Door 3 keer water hier neer te zetten, zorg ik dat die O-atomen ook correct aan elkaar zijn. Natuurlijk haal ik daar nog meer H-atomen bij, maar dat is ook niet erg. Ik heb hier nu wel 5 plus 1 is 6 en 3 keer 2 is 6, dus ik heb 12 aan deze kant. Dan moet ik er ook 12 aan deze kant hebben. Maar ik heb deze formule tot mijn beschikking, dus ik kan die daar neerzetten. En dan wel 12 keer. Nu hebben we atoombalans correct. Nu de ladingsbalans. Alle deeltjes voor de pijl hebben geen lading. Dat betekent netto lading daar is 0. Dat moet betekenen dus ook dat de som van de deeltjes aan lading na de pijl moet dus ook 0 worden. Of ik heb hier in totaal een lading van 0 en 12 keer een plus. Ik moet deze kant 12 plus krijgen. Zolang het maar aan beide kanten hetzelfde getal is. Het hoeft dus niet 0 te zijn. Maar ik heb alleen maar tot mijn beschikking nu, het staat niet in de opgave, maar het is standaard bij halve reacties, die elektronen die negatief zijn. Ik kan dus niet deze kant 12 plus maken. Want ik heb nu alleen nog maar die negatieve deeltjes tot mijn beschikking. Ik kan wel deze kant op 0 brengen door hier 12 elektronen neer te zetten. Nu is het hier netto balans 0 en hier ook netto balans 0. En nu is deze halve reactie compleet. Teruggrijpen naar de eerdere theorie. Elektronen staan na de pijl, dus dit zou de halve reactie van een reductor zijn. Waarschijnlijk is de halve reactie van de oxidator wel uit de tabel 48 te halen. Die zou je er onder of boven kunnen neerzetten. En vervolgens stel je dat hele systeem weer op de juiste manier bij elkaar op. Derde onderdeel. Redox in de praktijk. En daarbij moeten we denken aan die elektrochemische cel. Kijk of dit een beetje zichtbaar is te zien. Oké. Ook hier weer broktheorie, wat je gewoon kan leren. Vervolgens moet je het toepassen. Hier staan al heel veel symbooltjes en alles weergegeven. Bedenk even op een toets dat je misschien een leeg elektrochemische cel krijgt. Dus alle pijlen zijn weggehaald, alle plus-min elektronen zijn weggehaald. En jullie moeten dat misschien dan zelf invullen. Nou, regels daarbij zijn reductor, half cel. Zodra je weet waar de reductor zich bevindt, dat is automatisch de minpol. Oxidator is de pluspol. Bij de brandstof zelf is het vrij makkelijk te bepalen wat de plus- en minpol is. Want de brandstof betekent dat het verbrand wordt met zuurstof. En zuurstof, oxygen, Engelse woord zuurstof, oxygen, is de oxidator. Dat betekent zuurstof hier, oxidator, is de pluspol. Dan is de brandstof dus altijd de minpol. Er is geen twijfel over mogelijk. Veel brandstoffen, op 1 na, bevatten allemaal C-atomen. De meeste brandstoffen zijn koolwaterstoffen. Dus er zitten koolstofatomen in. Vaak worden die omgezet tot CO2. En alle andere atomen die aanwezig zijn, die worden op een andere manier omgezet tot H+. En vertrekken door dit elektrolyt. Dat is een soort zoutoplossing.
naar deze kant, waar die O2 en die H+ samenkomen om water te vormen. Deze halve reactie kun je gewoon uit je bina's halen. Deze halve reactie eigenlijk niet. Dus dit is weer zo'n idee dat als je weet wat die brandstof is, en je bijvoorbeeld ethanol van net, en je weet dat er CO2 uitkomt, dat je dus die halve reactie zelf kan opstellen. Elektronen lopen van minpool naar pluspool via dat metaaldraai. We hebben weg van minste weerstand, ze kunnen ook via de zoutoplossing, maar metalen, metaaldraai tenslotte, glijden beter dan een zoutoplossing dat doet. Dus elektronen gaan via de minpool naar de pluspool. En dit is eigenlijk net wat ik had verteld over dat de reductor altijd de brandstof is. Dit is een plaatje. Dit wordt heel veel gebruikt op toetsen, op examens. Want dit is het kenmerkende brandstofcel. En je kan ook een biobrandstofcel hebben. Dan heb je gewoon een biologisch natuurproduct gebruikt als brandstof. Zoals suiker, glucose, weet ik veel wat. Of je gebruikt die olie en andere vormen van aardolieachtige producten. In alle gevallen kun je dat als een brandstof gebruiken. Andere batterijen zien er soms wat ingewikkelder uit. Het standaard batterijtje, wat jullie ook tijdens deze periode een keer hebben gemaakt, is natuurlijk gewoon het cilindervormige buisje met aan de ene kant een knopje en aan de andere kant een metalen plaatje. De standaard cilindervormige batterijtje. Waarbij we weten dat het knopje de pluspool is en de minpool is. Maar de stoffen die daar vervolgens binnenin zitten, ja, die hangen af van het type batterij. Hier is een voorbeeld. Over het algemeen is het dat knopje altijd bevestigd aan een koolstofelektrode, van een koolstofstaafje. De buitenomhulsel, ja, dat kan zink zijn, kan ook een ander metaal zijn, in dit geval even zink. En op dat koolstof hebben ze in dit geval MnO2 zitten. Deze witte laag, waar niks is ingekleurd, daar zit een zoutoplossing, waardoor elektronen en deeltjes even goed heen en weer kunnen bewegen, mocht het nodig zijn. In het geval KOH-oplossing, maar ook daarbij kunnen andere stoffen zijn. Het idee erachter is, want nu staan hier al netjes minpool en pluspool, maar hoe weet je dat? Is door gewoon weer te kijken naar welke formules zijn er hier allemaal aanwezig. Mijn advies of tip is, als je een plaatje krijgt van een elektrochemische cel of een batterij of wat dan ook, verander de woorden eerst naar de formules. En zet die gewoon op een rijtje naast elkaar neer. Zonder dan weer even te kijken naar hoe dat plaatje eruit ziet. Zet ze gewoon op een rijtje. Bijvoorbeeld hier. Koolstof is gewoon C. Formule van koolstof. Zink, Zn. Nou, deze formule werd al gegeven, MnO2. Maar een KOH-oplossing, dat betekent oplossing water. Het is een zout, hè? Metaal met niet-metaal is een zout. Dus een zout in water splits dan losse ionen. Dus je krijgt K+, OMN en H2O. En eigenlijk heb je nu gewoon weer een rijtje van formules waarbij je de sterkste oxidator en de sterkste reductor kan identificeren op basis van tabel 48. De sterkste reductor is zink in combinatie met die aluminium. Staat vrij laag in tabel 48. Sterkste reductor. Sterkste oxidator is die MnO2. Ik weet niet zeker met welke, maar met in combinatie met die water. Door gewoon alleen maar naar deze formules te kijken, kun je onderzoeken wat de sterkste oxidator en de sterkste reductor is. Nou, de oxidator, waar die zich bevindt, in het geval MnO2, dat zich bevindt aan dat koolstofbuisje, aan dat knopje. Oxidator is de pluspool, dus deze hele ruimte hier, inclusief het knopje, is de pluspool. De reductor is het metalen omhulsel, dat vastzit aan dit metalen plaat hier. En de reductor is altijd de minpool. Op die manier kun je theorie even loskoppelen van zo'n ingewikkeld plaatje, door gewoon alleen maar te kijken naar de formules die aanwezig zijn. Nou, eventueel zou je deze halve reactie wel kunnen optellen. Je kunt allerlei andere vragen over krijgen. Maar daarvoor kan je gewoon de powerpoints van deze periode doorkijken. Laatste onderdeel is het chemisch rekenen. Titratie, dat we ook een paar keer hebben geoefend deze periode. Het was met die buis, we noemen het de buret. We hebben hier een Ellemeyer. En
Dit soort plaatjes krijg je eigenlijk zelden op een toets of een examen. Jullie krijgen het in tekstvorm. En dat maakt het soms wat ingewikkelder. Dus mijn advies hierbij is, als je dit ingewikkeld vindt, zeker dit stukje chemisch rekenen rondom titratie, maak deze schets en leer deze twee blokken erbij. In de Erlenmeyer doen we vaak de te onderzoeken vloeistof. De stof waarvan we iets willen weten. De concentratie, het aantal mol per liter, is dus onbekend. Het enige wat we wel weten, volume. Precies afgemeten met een pipet. Het kan van alles zijn, maar een bepaald volume is hiervan bekend. Dus die is onbekend, de concentratie, het volume is bekend. En dat is natuurlijk hetgene wat je uiteindelijk wil berekenen. Wat we gaan toevoegen, is een stof met een bekende concentratie en een bekend volume. Omdat je dat dan vervolgens hebt afgemeten op die schaallijn. Dus eigenlijk is het bekend, bekend, bekend en onbekend. Vier waardes, één onbekende. En dat is gewoon wiskundig gezien altijd uit te rekenen. Nou, voor praktijkonderdelen zien we bij zuurbazen dat we vaak een indicator hier toevoegen. Om aan te geven hoeveel je moet toevoegen, zodat je weet wanneer je moet stoppen. Bij redoxreacties is dat in veel gevallen niet nodig, omdat de stof die je aan het onderzoeken bent vaak van zichzelf een kleur heeft, die uiteindelijk verandert, omdat het kapot reageert, door die toe te voegen stof. Dus de kleur verandert automatisch. Mocht daar toch vragen over komen, kijk eens een keer naar tabel 65b, want daar kan je altijd kleurstoffen, de kleuren opzoeken van veel gebruikte vloeistoffen die ook bij titraties worden gebruikt. Dat betekent dat als je dus een stukje tekst krijgt, dan zou je dus die, die en die kunnen invullen. Ik wil daar een voorbeeld van geven, zodat je dat gewoon weet hoe je dat verder moet uitrekenen. Ik heb hier het plaatje verkleind. En vervolgens een hele tekst. Dit zou gewoon een standaard tekst kunnen zijn op een toets. 10 milliliter oxaalzuur. Als je de formule niet weet, kan je dat opzoeken in tabel 6 B. Maar de reactievergelijking wordt hier dan in dit geval gegeven. Op deze manier. Met onbekende concentratie. Okay, wordt getitreerd met 0,15 m. Staat voor mol per liter. Bromoplossing. Voor de titratie was 20 milliliter bromoplossing nodig. Zo'n tekst is dan, wat ik handig vind, of als tip kan zeggen, die tekst moet je gewoon vertalen naar de plekken waar je die getallen in deze opgave kan neerzetten. Concentratie van de toegevoegde stof is bekend. Dat was die 0,15 m, 0,15 mol per liter. Toegevoegde volume is bekend. We gaan 20 milliliter toevoegen. Die pijl staat hier verkeerd. Volume is bekend. Dat is voordeel van mij. Zo. We hebben 10 milliliter van dat oxaalzuur gebruikt. De onbekende is dus die concentratie. Eerste stap. We gaan hiermee beginnen. Hetgene waarvan je alles weet. Bekend, bekend, hiermee begin je. Je hebt in 1 liter zit 0,15 mol van die stof, maar je hebt maar 20 milliliter gebruikt. We gaan dus uitrekenen via een tabelletje. 0,15 mol hoort bij 1 liter. Dit is die 20 milliliter. Hoeveel mol zit er dan in die 20 liter? In die 0,020 liter. Kijk maar uitrekenen. Rekenmachine, kruisingsvermenigvuldigen, net wat je gewend bent. Zodra je deze hoeveelheid weet, dit is het aantal mol dat je hebt toegevoegd, kan je de reactievergelijking gebruiken. 1 mol van die reageert met 1 mol van die. We hebben nu 0,0030 mol brom toegevoegd, dus dat moet ook hebben gereageerd met 0,0030 mol oxaalzuur. Die hoeveelheid mol oxaalzuur zat in die 10 milliliter die je oorspronkelijk daarin hebt gestopt. Laatste stap, we willen altijd de concentratie weten, dat betekent in mol per liter, niet in mol per 10 milliliter, is door dit aantal mol in 10 milliliter om te rekenen naar mol per 1 liter. In dit geval, hè, van 10 naar 1000 is keer 100. Dus als we dit keer 100 doen, komen we op het antwoord uit. Dit zijn eigenlijk de drie stappen. In dit geval is de reactie van 1 op 1. De reactievergelijking wordt vaak gewoon gegeven. Anders als je daar fouten maakt, dan gaat deze stap dan ook weer fout. Dat willen we liever niet.
Dus de reactie gelijk moet vaak geven. Controleer goed in welke mondverhoudende deels met elkaar reageren voor deze stap hier. Dit is in een heel snel tempo alles wat je moet kunnen voor deze periode. 4 domeinen. Als ik wel even terug ga naar de... En over deze 4 krijg je als het ware gewoon 4 grote opgaven. Waarbij ik dan hopelijk kan zien dat jullie het hebben begrepen. Ik kijk even of er vragen zijn. Faseaanduiding. Of iets nou gasvormig is, of vast is, of zo. Die faseaanduidingen staan in tabel 48, als die erbij staan. Je hoeft ze niet te noteren. Alleen als het heel specifiek in opgave staat, geef ook de toestandsaanduiding aan, of geef de faseaanduiding aan. Anders mag je alles wat tussen haakjes S of tussen haakjes G en dat soort dingen gewoon weglaten. Als je dat prettig vindt. Je mag ook gewoon letterlijk de halve reacties overnemen. Daar staat soms gewoon S, G en dergelijke in. Maar als je dat gewoon letterlijk zou overnemen, is er ook niks aan de hand. Dat was hem dan. Dat betekent dat de komende lessen deze week ben ik wel aanwezig. Maar dan zit ik gewoon achter Teams om te kijken of er vragen zijn vanuit jullie. Stuur me gewoon even een message daarin. Dan open ik wel een stream, mocht er iets te behandelen zijn. Maar dat laat ik aan jullie zelf over dan. Jullie zijn slim genoeg om je eigen plan een beetje te werkstelligen. Dat was hem. Tot een volgende keer.